Nee. Oh. Zie je wel, altijd één van. Onze gast vandaag is Willem-Jan Kom en mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Nou. 2. Iedereen die op welke wijze dan ook bij de omloop van 2018 betrokken is geweest, zal zich die zijn leven lang blijven herinneren. 3 maanden ongelooflijk droog en net dat weekend hoosbuien, onweer en nog eens koud bovendien. Welkom Willem-Jan. Ja, dankjewel. Volgens jullie was die tocht helemaal nog zo slecht niet, geloof ik. Het was niet de ergste aller tijden. Nee, ja, de ergste aller tijden. Ja, ik heb ze niet allemaal meegemaakt. Er zijn er natuurlijk 29 geweest en ik heb er denk ik een stuk of 12, 13 meegemaakt. Dus wat dat betreft kan ik er niks over zeggen. Nou, Wim en ik hebben... Oh, nee, ook zoiets. Nee, ga maar door. Nee, klopt. Dus ja, daar kan ik weinig over zeggen. Welke was dan maar, erger? Ja, welke echt erger was, weet ik niet. We hebben wel natuurlijk wel vaker ook met de jubileum de 20e tocht. We hebben een heel feest. Hadden we ook behoorlijk wat regen gehad. Ja. Maar deze tocht qua onweer, regen, wind en kou was dit wel een van de ergere tochten. We hebben frequente loop gesproken en die heel wat omlopen hebben meegelopen. Die gaven ook wel aan dat het wel een van de zwaardere was. En we hebben natuurlijk ook lopers gehad die niet meer lopen en vroeger gelopen hebben. Die zeiden, ah, vroeger was het veel zwaarder en dat vallen we wel mee nu. Maar ja, dus ja, ik weet het niet, ik heb het niet allemaal meegemaakt, maar in ons oog was het in ieder geval zwaarder toch wat dat betreft. Ja. Nou, ik weet wel dat wij, s'morgens toen we dus om 6:30, 7:00 in Herkingen kwamen, daar, jullie hebben hem later een andere naam gegeven, daar werd toen gezegd, het is de omloop van de hel. Werd dat daar gezegd? Ja, daar s'morgens... Ik heb die naam niet gegeven, maar... Nee, wij kwamen daar s'morgens 6:30, 7:00 aan. En toen cameraman en ik daar binnenkwamen, toen dachten we, wat hebben we hier nou? Het leek werkelijk een slagveld. Een en al goudkleurig papier, die warmtedekens. Ja, ja. En er waren geloof ik 82, dus wij wisten niet... Er was ook, we konden er ook geen gesprekken voeren, want dat ging gewoon... Ze waren allemaal te beroerd om met ons te praten. Dus daar werd toen gezegd, dit is de omloop van de hel. Ja, nee, maar ja, later ja, werd ja. er een andere naam aangegeven. Ik weet niet of naam er later aangegeven werd dan. Maar ja, ik wat heb, was het nou later? Nou, dan moet ik straks eens aan Wim vragen. Misschien weet hij het dan. Het is in ieder geval geen officiële benaming, omloop van de hel. Dat is niet geweest, Nee, dat klopt, maar later. Maar ja, het is natuurlijk zo, mensen hebben altijd inderdaad, er komt een moment van dat men moe wordt. Dat is altijd een beetje daar in die buurt. Nee, maar ze hadden ook die enorme... Enorme regen gehad, nat geworden, de hele nacht, hè? Koude wind. En dan met de moeheid erbij, dan heb je heel vaak last van onderkoelingen. Normaal gesproken hebben we dat ook bij uitgangslikken, zoals gezegd, herkingen. Maar dan ga je richting Oude Tongen, dan wordt het weer een beetje dag. Je komt over je slaap heen, dan moet ik zeggen, op het moment dat je echt slaap hebt, ga je overheen. En meestal gaat het allemaal weer en dan kunnen mensen toch gewoon, ja, sowieso doorlopen, maar dan krijg je ook niet echt de onderkoelingsverschijnselen. En wat is onderkoeling? Heb je het echt koud? Kijk, echt over echte onderkoeling, dat zijn niet heel veel gevallen geweest, echte onderkoeling hadden. Nou, mensen hebben het gewoon koud. Nou, ik kan je vertellen, toen ik vrijdagavond thuis kwam, heel laat, want vrijdagavond waren we natuurlijk ook op pad geweest, ja. Met Mike was ik toen. Ik kwam thuis en nog voordat ik mijn jas uittrok, heb ik mijn dikke winterregenjas gepakt en op de stoel gelegd. Ik had het zo onvoorstelbaar koud. Dat kan ik me helemaal echt voorstellen. Waar, dat ja, is niet ja, ja. uit te leggen. Ik had het zo ontstellend koud. En die zaterdag heb ik inderdaad toch de hele dag met die hele dikke jas gelopen. En ik had toch het idee, ik word niet meer warm. Echt waar? Helemaal? Echt waar. Even lekker warm douchen, lekker warm bad. Ik denk dat het van binnen was het, geloof ik, koud. Heel idioot, maar dat was gewoon zo. Nee, even goed, ja? Ja. Maar ik denk inderdaad, ja, wat dat betreft hebben we wel wat meer onderkoeling gehad dit jaar. En de mensen veel meer, ook, toch? Inderdaad, van ja, de post en de landers hebben eerder open gegooid om de mensen erop te vangen. Die normaal pas 9 uur open gaat, hebben nu om 6 uur open gedaan. En daar begreep ik wel van de EHBO dat de echte onderkoelingen, de schrijn, moet ik zeggen, zware gevallen of dat op zich allemaal meeviel. En dat mensen eigenlijk na een poosje in de deken te hebben gezeten, dat ze toch eigenlijk weer, ja, sowieso normaal, ze zijn allemaal normaal naar huis gegaan. Maar ook gewoon weer op temperatuur waren en gewoon, jammer volgend jaar beter. Tenminste, dat hoop ik. Ja, nou, nee, dat denk ik ook wel. Nou, er was één iemand die me later belde, bij mij thuis gewoon. En die was ook onderkoeld en die had ik graag willen spreken, want dat was er een van het allereerste uur. Die heeft de eerste omloop ook gelopen. Mes. Ja. En die belde mij later privé thuis. En nog een paar weken later weer, van hoe nou, ik wil toch nog eens over praten. En het was verschrikkelijk en noem maar op. En toen de tweede keer, derde keer dat hij belde, toen zei hij, we weten nou waarom ik het niet gehaald heb. Nou, vertel.
Hij had een regenjas, zo'n ding. Ja. Maar die had hij al, ik weet niet hoeveel jaar. En die had hij die nacht had hij die gepakt. En hij had een dikke warme wollen trui aan. Maar dat ding bleek zo lek als een mandje. Dus het ging door die jas heen. Ja. En toen werd zijn wollen trui, die was ook doorweekt. En toen was hij 's morgens echt onderkoeld. En die heeft hem in herking ook moeten stoppen. Maar later belde hij me dan van, dat is de reden geweest. Nee, die kans is groot. Kijk, je ziet het vaak aan de start al. En zeker de weeromstandigheden die ze opgaven dit jaar. Ja, maar het was toch onbegrijpelijk? Dan komen mensen met een korte broek aan en met een t-shirtje. En daar denken ze mee de omloop te lopen. En ja, dat lukt niet. Tenminste, er zijn mensen die het wel lukt. Dit jaar was natuurlijk bizar. Het was, ja, het zeker. Ja, dan kun je weet het van tevoren niet wat je krijgt. Dus je moet altijd zorgen dat je in ieder geval goede kleding bij je hebt. Even wat droge kleding. Wij vervoeren natuurlijk ook de kleding van post naar, tenminste, van de hoofdpost naar hoofdpost. Je kunt je een aantal keer verkleden tijdens de omloop. En als jij start zonder daar over na te denken of zonder daar erg in te hebben, wat voor weer het gaat worden. En, ja, maar dan normaal hou je er rekening mee, Willem-Jan. Maar ik denk echt, dit was zo extreem. Dit was zo, die donderdag was het toch prachtig stralend weer. Nee, we hebben zeker inderdaad. Dus dat was niet te verwachten. We hadden een noodplan gemaakt voor water, extra waterposten. En half in de week werd het noodplan met Ed Olders aan de telefoon wat het weer zou gaan doen. Dus ja, dat... Maar toch hadden jullie weer een prachtig bedrag, wat je aan Sophia mocht overhandigen. Ja, zeker. Want dit keer, vertel, was het... Het bedrag, wat we aan Sophia gaan overhandigen is 31.000 euro. 31.000 euro. Nou zijn die artsen hier vorig jaar ook geweest. Die zouden mee gaan lopen, die 20 kilometer, die twee artsen. Toen wisten we waar het aan besteed zou gaan worden. Heb je dit jaar al enig idee waar het aan besteed gaat worden? Ja, zeker dit jaar. Sophia is natuurlijk, ik zeg het altijd, het is een ziekenhuis. En ik vind dat de primaire zorg door een zorgverzekeringsmaatschappij moet worden betaald. En dat alles wat je ophaalt als sponsorgelden voor een ziekenhuis, dat extra dingen moeten zijn die voor een ziekenhuis doet. Zo ook dit jaar, er is een project opgezet zogezegd voor vroege mobiliteit. Dat betekent kinderen die langdurig eigenlijk aan bed gekluisterd zijn door een ziekte of wat dan ook. Dus je wel eens niet uit bed kunnen of moeilijker uit bed kunnen. Dat die kinderen toch een mogelijkheid krijgen om te bewegen. En dat wordt onder andere mogelijk gemaakt door een bedfiets volgens mij, waarbij inderdaad de benen op kracht kunnen komen als ze langdurig op bed leggen. Die dan ook allerlei zwaartes kan zetten qua trappen, om te trappen, maar ook dat de beweging toch van de benen, de bloeding inderdaad, opgepakt kan worden. Als kinderen in bed moeten blijven. Dus je vroege mobiliteit, er zijn meerdere dingen voor die daarvoor aangeschaft worden, zoals van dit bedrag. Maar dat is eigenlijk hetgeen waar wij dit jaar voor gelopen hebben. Ja. Hebben die twee artsen het gehaald? Ik heb niet gehoord dat ze uitgevallen zijn. Laat ik het zo zeggen. Voor mij ook niet dat ze het gehaald hebben. Nee, eigenlijk niet. Maar ik ga er wel vanuit. Ik heb in Stellendam nog gekeken. Zie ik ze ergens? Nou, het was natuurlijk zo. Normaal ga ik altijd wel een goed rijden toe. En dan wacht ik mensen wel op. Alleen dit jaar hebben we natuurlijk op het laatste moment de strand nog eruit gehaald. En wat andere aanpassingen gedaan. Wat busjes ook naar de kop van het eiland gebracht. Om, mocht er wat gebeuren, dat we mensen in ieder geval van het fietspad daar in ieder geval uit het gebied konden halen. Dus op dat moment speelde er eigenlijk iets anders dan ik dacht, we gaan lekker een rondje doen en even kijken overal. Dat was eigenlijk het verhaal. Ze waren hier geweest, dus ik was uiteraard benieuwd, kom ik ze ergens tegen, zie ik ze ergens. Dus toch nog gewoon iets meer kijken dan dat je normaal ken je een aantal mensen van andere jaren. Maar nu was ik echt een beetje gefocust, zie ik ze ergens. Ja, nee, maar dat was eigenlijk, dus ik ben daar niet geweest daar, moet ik eerlijk zijn. Maar ik ga er wel vanuit als ze het gewoon gehaald hebben. Dan ga ik echt maar wel je hebt het ook later niet gehoord? Nee, eigenlijk niet. Hè? Nee, nou, ik heb niet gevraagd. Nee, nou ja, laat het. Dus het gaat waar het goed gegaan is, anders had ik het wel vernomen. En als het niet goed gegaan is, is het ook goed, want we weten het niet. Dat bedoel ik. Maar nou weet ik ook die vrijdagavond, wij stonden bij het strand te wachten. En er kwam er niks. En toen bleek ineens dat die post hebben jullie moeten veranderen vanwege het slechte weer. Hoe krijg je dat dan zo vlug voor elkaar? Hoe krijg je dat zo vlug voor elkaar? Ja, dat is... Nee, maar ook weer, als je van tevoren weet dat we weken slecht weer hebben, dan ga je rekenen, oh, maar in geval van. Dit jaar was dat niet het geval. Dus hoe kreeg je zo gauw die post naar de andere kant? Nou, het is gelukt dat je er niet helemaal... je moet het met een paar mensen moet je doen. De beslissing nemen en ook de uitvoering doen. Want je hebt een aantal partijen die je in ieder geval moeten informeren. Ik had het bij de start natuurlijk al aangekondigd van ja, de kans bestaat. We gaan zo nog even kijken. En ook met Ed Alders van Rijnmond hebben we overleg gehad van ja, wat wordt het en welke kant gaat het op? Toen op het laatste zou ik toch onweer opgeven. Toen toch besloten en ja, noodweer en onweer. Nou ja, het is heel simpel. Strand. Op zich, als het regent, denk ik van nou, we gaan het strand op, maakt het uit. Of dat je nou droog loopt of in de regen loopt.
Het enige is qua veiligheid, je kan het niet meer garanderen. Als ik op een fietspad loop met mijn lopers, kan ik erbij komen met een voertuig, met een auto. Als dan mijn lichten opzet, dan zie ik als er iemand loopt. Het strand is zo breed, ja. En ik rij zelf ook eigenlijk ieder jaar wel over het strand heen om te kijken of alles goed gaat. Maar je ziet mensen pas heel laat lopen, dat is punt 1. Punt 2, het is heel breed, je kan niet iedereen vinden als er wat mis is. We hebben vorig jaar natuurlijk iemand gehad die last van zijn hart kreeg op het strand. Hmm. We waren er redelijk snel bij. Allemaal omdat we de locatie redelijk wisten, maar hoe moet ik zeggen, de eerste die hem vindt, het is echt zoeken naar de spel in Hooiberg. Ja. En dat was voor ons ook de reden dat we dachten, ja maar dit weer, met deze omstandigheden gaan we in ieder geval het strand eruit halen. En dan moet je inderdaad wel een politie, je mensen op de post informeren. Hadden jullie dat van tevoren al een beetje bekeken van in geval dat? Want dat was echt, wij hebben daar een hele tijd in die schuur staan wachten. Dat was echt een flink onweer hoor, daar vlak boven. Ja. Maar heb je dat dan van tevoren al geregeld? Want dan moet er toch vervoer zijn voor die tafels, dan moet ineens alles naar de andere kant. Hoe gaat dat zo gauw? Dat is veel telefoontjes plegen. Ja. Dat is eigenlijk alles. En dat komt toch op jullie neer. Dan kun je niet, nou ja, degene die daar die post bezetten, kun je dat niet vragen van regel dat zelf? Nou, wel die post verzetten. Regel dat zelf, dat wel. Die post verzetten en degene die met materiaal aankomt, die bellen we. Van joh, je moet daar naartoe. Degene die op de post staat, bellen we, je moet daar naartoe. En dan gaan we de mensen die zij mee hebben, daar naartoe halen. Nou, de voorwagen met uitzetten van route moet het weten. Ja? Die moet een goede kant op rijden, de route goed uitzetten. Dus wat dat betreft, er staat natuurlijk heel veel beschreven, ook in een calamiteitenplan, dat soort zaken, als er wat gebeurt, hoe, wat, waar. Alleen, de omloop is wat dat betreft zo groot, en daar kan zoveel verschillende dingen misgaan, dat je het in detail niet kan beschrijven wat er dan moet gebeuren. Dus dat betekent dat je met 2-3 mensen die de omloop eigenlijk in de treuren kennen. Maar je hebt heel veel vertrouwen waarschijnlijk in de leiding van de posten. Dat is de leiding van de posten, we hebben ook een centrale posten omloop natuurlijk in Middelharnis staan, die eigenlijk alle nummers en alle contactgegevens heeft. En daarmee ga ik dan kijken van ja, wie moeten we informeren, hoe gaan we het doen, welke beslissingen nemen we en ja, wat zijn eventuele consequenties, consequenties die je echt uit moet sluiten. Ja. Dus als er een ambulance en dingen moet zijn, dan moet een politie die moet geïnformeerd zijn, daar moet je zijn. Nou ja, de post moet open, je moet een sleutel hebben van de nieuwe post. Ja. Ja, zo simpel is het, andere post. En die lopen, die komen al aan. Moet even gebracht worden, dus dat zijn dingen die gebeuren moeten. En dat is heel vervelend, ja, misschien is het de verkeerde post begrepen, maar een pers is dan niet mijn eerste ding. Nee, ja, die moet ik ook bellen. Dat snap ik. Is dan vervelend voor die mensen, maar dat is geen hoofdissue om mijn wandeltocht goed te laten gaan. Nee, maar als het goed is, kijk, wij zoeken dan toch wel uit waar we naartoe moeten. Kijk, dus ik heb een aantal partijen die echt geïnformeerd moeten zijn en de rest vindt het wel. Nee, dat vind ik. Het is even vervelend. Ik heb misschien een keer de regen gelopen en een keer gedacht van nou, hè, waarom die klootzak mij niet gebeld? Ik stond in de regen, Mike heeft dan even gerend om te kijken, is het daar toch niet? Maar nee, het was daar niet, dus toen zijn we de andere kant heen gegaan. Ja, juist, dat bedoel ik. Kijk, dus de wandeling naar Goede Reden. Ja. Op zich, die wandeling is een buitengewoon succes. Dat denk ik ook. Maar wat mij toch nog een beetje tegenviel, dat jij wil daar die lichtjestoer van maken. Er waren er wel, maar wat ik had gedacht, het wordt een overweldigend succes van allemaal lopers met lampjes. Ja. Dat was het nog niet. Nou, ook hiervan moet ik eerlijk zeggen, het was helemaal het idee om daar eens even naar te gaan kijken. Wat er binnen zou komen en hoe en wat. Ben je ook niet geweest? Nee, dat heeft hetzelfde. Stoppen, hoor, vanwege het weer daar. Dat heeft hetzelfde effect eigenlijk. Ik ben daar niet geweest, natuurlijk sowieso niet in donker. Ik zag wel in Middelharnis behoorlijk wat mensen met wat lampjes en dat soort zaken. Nu denk ik dat we het eerste keer dat we het echt op deze manier gecommuniceerd hebben, lichtjestocht. Nou, er waren dat er wel ook een aantal. Maar nou, er waren best wat mensen. Ik zie best wat mensen en het is een eerste keer. Ja, precies. Je doet een oproep, een keer op Facebook, een keer daar, een keer daar. Ik vond dat er best wat mensen liepen die toch linksom, rechtsom, ergens lichtjes op de helm of een shirt aan hadden of iets anders van lichtjes bij zich hadden. Als je weet hoe enorm groot het aantal is. Ja, en ik denk dat dat iets wat moet groeien. Dan moet dat waarschijnlijk groeien. Het is geen officiële lichtjestoer. Degene die ik gesproken heb allemaal wel gezegd, wel meer lichtjes hè, volgend jaar, wel meer lichtjes. Hè. Juist. Zal moet groeien, denk ik. Ik hoorde opperen dat omdat het zo'n groot succes is, naar Goede Reden, waren er ook een aantal die me aanspraken en zeiden van, als die nou weer komt, dan moet je vragen of er ook niet het laatste stuk van Oldguns plaat naar Middelharnis zoiets geregeld kan worden. Ja. Dus nou is het eerste naar Goede Reden, maar er werd mij een aantal keer gevraagd, vraag eens of ze het ook kunnen regelen de andere kant, het laatste stuk, in plaats van het eerste. Ja, alles is wat dat betreft te regelen.
Of je zegt net als bij goede reden, dan moeten jullie het zelf organiseren. Nou, het verhaal is, alles klinkt leuk en alles is leuk. Goeree heeft toen aangegeven, hebben die tochten opgezet. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Op de manier van, nou ja, hebben ze leuk aangepakt en dat was meer van, ja, dat gaan we doen. Met Goeree samen, het dorp Goeree, ja? Samen. Ik heb inderdaad de vraag ook meer gekregen. Start ook, jij ook? Jij ook, oké. Okay. Maar het probleem is, als ik start in Middelharnis, gaat het goed. Iedereen komt naar de start toe en die zegt van, hallo, waar moet ik beginnen? Ja, en dat is natuurlijk als je vanuit... Ik heb een aantal keer ook, toen we ongesplaatst starten nog, daar, we gingen op Ouderop gingen starten. We gingen starten voor mij in Herkingen voor de 30 kilometer en deden we ook een echte halve omloop. Leuk, het is niet leuk als je in Ouderop en dan moesten ze in, hoe moet ik het zeggen, moesten ze starten in Ouderop. En dan moesten ze 7 uur starten en kwart voor zeven kwamen ze ongesplaatst aan. Ongesplaatst stonden ze dan. Zeiden, waar moeten we starten? Nee, je moet starten in Ouderop. Ja. En je moet, ja, hoe moet ik daar komen dan? Ja, ja, je moet daar beginnen. En dat moet je dan maar doen. Dat gaat met, eigenlijk met de Goeree-loop gaat dat goed. De mensen weten, ja, dat ze daar hier aan starten. De lot overgelaten worden. Nee, maar ook je hebt gelijk. Bevelen, maar ze dat starten ze daar, gewoon op het, ja, vaste punt hier. Ja. Dat is het verschil. Nog een nieuw onderdeel. Ja, idee, ja, altijd goed. Een nieuw onderdeel dit jaar was de bedrijfsomloop. Ja. Bedoeld als een vorm van teambuilding en dan uiteraard daarmee ook het Sophia te steunen. Inderdaad. Hoe is dat gegaan? Nou ja, hoe is dat gegaan? Het was natuurlijk een initiatief wat eigenlijk laat opgekomen is bij ons ook. En laat eigenlijk aan gewerkt is, want eerst andere dingen, ja, alles komt erbij. Nou ja, je hebt een bepaald hoe moet ik zeggen, aantal uren voor je vrijwilligerswerk kan besteden. En dat is met iedereen zo. En de leuke dingen, die blijven dan wel eens even liggen. Ja, maar dat lijkt me best sneu voor jou, dat jij niet langs die posten bent kunnen gaan. Dat is best eigenlijk jammer. Ja, sneu, ja. Ja, het is toch overal een beetje feest, het is toch bijzonder. Ja, ik doe het altijd graag, niet alleen voor mezelf. Ik vind het voor mezelf niet eens sneu, maar ik doe het ook richting vrijwilligers. Vind ik wel te fijn om even, gewoon even de, ja, hart onder de riem te steken, om in ieder geval te laten zijn. Laten blijken, nou, een stukje waardering uitspreken. Nee, maar ook om zelf die sfeer mee te proeven, dat vind ik, is toch wel. Ja, maar ik heb die sfeer toch wel meegeproefd. En dat is ook een sfeer. Ja. Als het een beetje extreem is, is het ook een sfeer. Ja. Ja. Maar de bedrijvenloop, inderdaad, dat gaan we dit jaar, is wel de bedoeling om daar beter die hadden allemaal eigen te t-shirts, zetten. Ja, die hadden allemaal, dat is heel leuk. Weet je wat zo bijzonder was, heb ik gelezen? Dat de live uitzendingen en de sociale media beter bekeken werden dan de live uitzending van Feyenoord. Nou, het ging volgens mij niet over de uitzending, maar het ging over de berichten die gepost werden of zo op social media. Nou, of tijdens de live uitzendingen? Of ja, ik heb in ieder geval op die manier heb ik dat vernomen. Van nou, ik vond dat geweldig toen ik dat las. En dat is toch geweldig? Dat de posts, of ze noemen ze dat, ik ben niet zo social media, ik heb er niet zoveel mee. Maar in ieder geval dat de berichten die werden geplaatst op social was media. Veel meer dan de live uitzending. Meer en sneller van, gelezen werden dan bij van Feyenoord, live uitzending van Feyenoord. Nou, dus dat dat is toch enig? Ja, positief. Ja. We hadden de lichtjes toer. Goede reden. Nou, dat hebben we net al gehad, de lichtstuur dan. Goede reden, was weer geweldig, maar voortijdig gestopt door het weer. Ja, helaas. Stad was uiteraard weer geweldig. Altijd leuk. Dan hebben we daartussen nog Oude Tongen. Die hadden 2 jaar terug, hadden ze het geweldig voor elkaar. Allerlei activiteiten. Vorig jaar was het al aanzienlijk minder. Dit jaar stond er alleen de pannenkoeken. De dames van de pannenkoeken. Hoe komt dat nou toch dat ze het steeds weer laten afweten? Wat is dat nou? Nou ja, zo'n succes dat en dan... Alleen hier is, bij een omloop, maar dat een algemeen fenomeen aan het worden is natuurlijk, ja, voor zulke dingen heb je vrijwilligers nodig. Ja, maar het zijn verenigingen, die hebben geld nodig voor iets te organiseren. Die verenigingen, dat kost toch allemaal geen geld? Ja, maar er moeten broodjes, dingen, er moet van alles gebeuren natuurlijk op zo'n, ja, dan hebben we specifiek Oude Tongen, maar er zijn meer locaties waar het zo is. Nee, maar ik had het nou vooral omdat het toen zo geweldig was. Ja, je moet wel de juiste mensen hebben natuurlijk, die ook het initiatief op willen pakken om dat te organiseren. Ik zeg altijd, wij organiseren een omloop. Daarbij hebben we ook nog een stukje sponsoring wat wij faciliteren, misschien organiseren. Wij faciliteren de route, om het zo maar te zeggen, voor mensen die ook voor hun dorp wat leuks willen doen. Ik denk altijd, je moet het zien als we het doen met z'n allen, maken we een flaké wat moois van. Ja, maar het lijkt me ook een promotie voor het dorp. Ja, lijkt mij ook. En dat wilden ze niet. Maar tot slot. Kijk, compliment hoor. Je snapt zeker, je weet vast al waarover. Nee, nog niet. Wel, denk eens na. We hebben het er uitgebreid in de tocht van de kinderomloop, denk ik. Precies. Juist. Precies. Ja. Volgens mij heb je daar leuke mailtjes over gekregen. Ja. Oh, ik zou het denken. Was echt een succes, hè? Dat was
Kijk, het weer ook weer. Ik laat me er niet over uit, maar ik vond het nog geen succes. Maar we gaan het wel op die manier weer... Nou, die kinderen die waren de jongeren. Nee, het klopt. Maar het leuke was, ik was daar uiteraard ook. Ze zijn zo gewend dat ze vanaf Hernesse-Oord rechtsaf moeten. Dat klopt, ja. Nou moesten ze linksom. Ja. En ze waren al 500 meter die kant heen. En toen kwamen ze erachter, ze moesten de andere kant heen. En toen kwam er toch weer een buiman, je wil het niet weten. Dat was het voordeel. Voor ze 500 meter weg waren... De eerste hardlopers, de mensen die altijd heel hard weglopen, die liepen hem achteraan. Toen we om moesten rijden. Dus dat was wel een voordeel. Maar voor de rest... Die waren doorweekt. En ik heb natuurlijk, dat snap je wel, de vraag weer gekregen. Zorg je dat dat zo blijft als die meneer komt? Nou ja, we gaan wel wat Ik kan moeilijk nee zeggen nou, hè? We gaan wel veranderen. We kijken hiernaar naar dit programma. Zeker. Ik kan ze in ieder geval beloven dat er wel wat gaat veranderen aan de route die we dit jaar gelopen hebben. Dat we dat niet doen. Niet meer langs de Lidl die kant nee, heen? Nee. Maar wel langs mensen, wel langs huizen. Mooi weer. En dan had het goed gekomen, maar het was natuurlijk nu wat slechter weer. En hoe moet ik het zeggen, er waren best wel kruisingen die we nu moesten oversteken. Waarvan we eigenlijk dachten van, nou ja, dat zijn kruisingen, daar kunnen we de kinderen met zulke groep met ouders erbij wel over laten steken. Alleen, bij het gemeentehuis voor, bij de oude Sham, om het zo maar te zeggen, we weten nog even nog steeds Sham heet, en bij de andere school ertussenin. De kinderen kwamen zo met de jas aanlopen, ja, auto's kwamen aanrijden met de ruitenwisser zo. En daar hadden we eigenlijk dan van, nou ja, een vrije zone, je kan half in oversteken, dat is altijd een moment waar je over kan steken. Maar ja, dat was dan door het weer. Er stonden geen verkeersregelaars, ja, maar heb je ook mee te maken. Qua veiligheid heeft wel met weer te maken. Ik kan niet zeggen van het is nu regent, nu kan ik ineens 30 extra verkeersregelaars uit een doosje maar halen. Maar kun je mij wel vast nu meegeven van die kinderroute gaat weliswaar misschien veranderen, maar toch nog weer door wijken waar mensen naar ze kunnen kijken. We zullen het heel anders. Want je was het ermee eens, hè? Waarschijnlijk het is het zelfs leuk, zo. Hè? Ik weet niet precies hoe het gaat lopen, maar we zijn nu aan het kijken om de kinderomloop dan echt onderdeel van de omloop te laten worden en ook de startende Middelhanus, gewoon onder het Diekhuisplein en dan ook daar te finishen. Jij snapt wel als ik daar kom bij entree, dat... Welke route het wordt, weet ik niet. Nee, maar als, als het echt een onderdeel... Dat is zeker. We gaan meer door het dorp. Nee, maar ook een onderdeel van de omloop worden, dat ze daar starten. Nou, we zijn ermee bezig, zeg ik. Nou, dan vertel ik dat nog niet, ze zien het. Ja. Dan heb ik het niet verteld, in ieder geval. Dus dat is eigenlijk het idee, om daar ook te gaan starten. Sowieso iets meer door het dorp heen dan we inderdaad van Hernesse-Oord rond het industrietrein liepen daar zo. Minder door het dorp dan dat we afgelopen jaar gedaan hebben. Dus dat is eigenlijk... Nee, maar het gaat er hun om dat er mensen naar ze kijken. Juist. En dat er voor hun ook leuke dingen zijn. En daar was je het helemaal mee eens. Dat vonden ze al geweldig. En ik weet ook echt dat er mailtjes naar je toegestuurd zijn later om je daarvoor te bedanken. Nee, daarom. En kijk, ik ben altijd zo, ik heb iemand die de route gelukkig regelt. Of een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor de route. En ik roep altijd in, kan dat niet zo? Dan zei je bent gek. En af en toe zeg ik van, nee, zo doen we het niet. Maar dat is altijd het spel. Dus ik hoor nog wat het gaat worden dit jaar. Ik weet het zelf al niet, dit is geopperd. Ze gaan niet meer terug naar dit industriegebied. Nee. Volgend jaar de 30e. Ja. Waarschijnlijk kom je weer terug bij ons als het mei is, om daarover te praten. Ja, lijkt me leuk. Denk ik. Kun je nu alvast een tipje van de sluier opleggen, lichten wat jullie van plan zijn. Wat gaan er echt bijzondere dingen gebeuren? Wordt er weer iets aan toegevoegd? Of ja, je hoort natuurlijk allerlei ideeën worden er geopperd altijd voor een jubileum, toch? Om andersom te lopen, dat soort ideeën. Ga weg! Begin maar in Oldenstraat. Dat gaan wij niet doen. Dat gaan we niet doen. Andersom lopen, want dat wordt hem niet. Helaas. Dat is, hoe moet ik het zeggen? Eén keer, omdat het is. Ja. Nou, dan zoek ik eigenlijk wat mensen die dat echt gaan organiseren, want dat is heel veel werk. Nee. Om alle mensen te vertellen wat ze dan moeten gaan doen. Nu hebben we heel veel mensen die weten wat ze moeten doen. En als je dan moet weten wat ze dan moeten gaan doen, want alle planningen, alles draait om. Ja, maar ik neem aan dat jullie daar nu pas over beginnen te praten. Nee, vast sowieso dan niet. Wat kijk, geopperd. Daar is de omloop. Ja, ik wil het al jaren natuurlijk om één groot feest van te maken voor Flaké. En ik hoop dat we daar en een dorpsraden en een gemeentes, een gemeente en een andere vrijwillige organisatie, clubs voor mee hebben die dat op gaan pakken. Zie je dat ik iedere keer die kant heen kijk? Ja. Dat is omdat we al dik over de tijd heen zijn. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht je al. Ja. Maar jij dacht net dat als ik, we gaan gewoon door. Ja, ik lul wel. Dank voor je komst. Tot een volgende keer. Maar ik ga nou afsluiten. Anders ontslaan ze me hier. Oh nee, moet je oppassen. Dat was het voor deze week. En volgende week ben ik terug met een ander onderwerp en andere gasten. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. Deze uitzending is terug te zien via Slogo, maar ook via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371.
Daarnaast via onze eigen site www.huiskamervanvlakke.nl en mijn Facebookpagina Lietje Barels. Dat is het. Tot de volgende week. Dag. Weet je echt nog niks? Buiten de uitzending, mama? Weet je nog helemaal niks? Waarvan? Vooral iets van wat er al geopperd is, van iets leuks. Ja, natuurlijk, dat is ons geopperd. Oh nee, maar er is nog niet iets dat jullie zeggen, ja, dat is een gouden idee of zo. Dat heb je nog niet. Nee, ja, tuurlijk zijn er heel veel gouden ideeën. Maar ja, ten eerste, voor al die gouden ideeën zijn mensen nodig. En voor die gouden ideeën is geld nodig. Ja. En ja, dat is het verhaal eigenlijk een beetje. Kijk, ik heb zat leuke ideeën. Kijk, ik kan het niet organiseren. Ik organiseer een omloop. En ik wil best iets extra's organiseren en daar mijn hart voor maken. Nee, maar ik dacht misschien dat voor elke loper in de vorm van een speciaal speltje of zo. Ja, weet ik het. Ja, tuurlijk. En maar volgens mij, als je er 500 bestelt, dan worden ze hartstikke goedkoop. Ja, als je een speltje of een medaille, die we altijd gebruiken, zoals echt. Medaille kost ongeveer een eurotje of 3-4. Oh, toch nog? Dus 1000 nodig is 4000 euro. Dus ja, het gaat gewoon om geld. Oh, dat is meer dan ik dacht. Ja, dat bedoel ik. Jij gewoon een speltje of een button of zo, maar wij hebben best wel net een medaille. Zware medailles natuurlijk, inderdaad. En een doosje eromheen. Zijn er eigenlijk medailles voor verslaggevers die het al 12 jaar doen of zo, Wim? Zijn daar verslaggevers? Zijn daar geen medailles voor? Dat zou je bij Slogan moeten vragen, denk ik. Weet je wat die... Dat zou je bij Slogan moeten vragen of ze daar dingen voor hebben. Weet ik natuurlijk niet. Nee, want wij... Ja, nou ja. Dat is voor ons lastig. Nee, flauwekul natuurlijk. Nee, maar je hebt wel gelijk. En ik heb zeker mensen die wij enorm waarderen. Maar als je er eentje waardeert, nee, maar je moet het team moet zeggen, waarom ik niet? Je moet dit ook ontzettend leuk vinden om te doen. En dat juist, vinden wij dat gewoon. Dat denk ik ook. Wij doen het ook vrijwillig. Iedereen doet het vrijwillig. Ja, je moet het gewoon ontzettend leuk vinden om zoveel uren ook van het dorp en stad naar stad te gaan. En dat was de tweede, dan had ik een andere cameraman. En op een gegeven moment zegt hij 's middags, ik word helemaal niet goed van, ik word gek van jou. Jij kletst echt met iedereen. Ik zeg, ja, dat wordt ook van me verwacht. Anders hoef ik dit niet te gaan doen. Dus ik snap er niks van. Een hele leuke knul, wat ik zaterdags had. Had ik nog nooit mee gewerkt. Want Wim die werkt nou beneden dus op het zandpad. Die wilde dit niet meer doen. Ja, en ik blijf ervan genieten. Ik blijf het zo leuk vinden om...